Mesudi op vinkenslag. Ja, Van Hout stapt niet echt goed uit. Mesudi, enkel Šepović is voor doel. De Beulen sluit bij. Mo Mesudi wil zelf. En de kolle van Šepović. En het is zowaar 0-1 voor Kortrijk. Ik vraag me af of het een voorzet was van Mesudi. Maar Šepović kan scoren. Dat weten we nu al. Ik denk dat Mesudi op doel besloot. Uitstappen van Van Hout. Niet oordeelkundig. Ja, zo lang stilgelegen. En dan Mo Mesudi. Hij wil trappen hoor, volgens mij. Hij wil hem in de winkelhaak droppen. Maar hij dropt hem op het hoofd van Šepović. 0-1. Goed van Kabeke. Goed paasje. Farsi, de meest ondernemende bij de thuisploeg. De voorzet, de Kelver aan de eerste paal. 0-1, dat is de ruststand tussen Westerlo en Kortrijk. En geloof het of niet, om de thuisploeg wakker te schudden, laten ze hier een haan door het stadion schallen. U hoort hem nu. Farsi. Westerlo lijkt toch uit een ander vaatje te tappen. De haan heeft zijn werk gedaan. Goals, goed laten lopen van Bruls. Farsi kan uithalen. En Lahe. Ja, je kon het een beetje verwachten. Kiepte ook de eerste helft niet zeker. En na 2 minuten in de tweede helft is het 1-1. Wordt die bal afgeweken of niet? Goed laten lopen, Bruls. Farsi. Ja, laat hem toch onder zich glippen. Ook geen buitenspel. De Beulen. Goed idee. Šepović. Ja, dan struikelt hij over zijn eigen voeten. En kan Westerlo proberen tegenprikken. Met Farsi. De bedrijvigste in de eerste helft. Zonder enige twijfel. De flankwissel. Meegeven voor Kabeke. Dit. Ze waren een aanval. Een voorzet met rechts. Enrique afleggen. Farsi. In de handen van Lahe. 10e minuut tweede helft. Mesudi zelf op avontuur. Ja, daar glijdt Van Hout naast de bal. Afleggen. En de kans voor Capon. Maar die besluit naast. Dit was wel degelijk een gewilde assist van Mo Mesudi. Goed gekeken. En dan heb je toch de hoek voor het uitkiezen. Farsi. De Petter. Goed weggedraaid. De Kelver. Kools. Dan Enrique vraagt helemaal aan de tweede paal de bal. Maar een tussenstation. Goed tussenstation. De Kelver. Oh, wat laat hij liggen, Dieter de Kelver. 18 minuten voor afluiten. Goeie paas, Bruls. Goeie voorzet, Kools. De Kelver mist. Nog een kwartier. Geen linksvoetige. Behalve Oussala, maar Šepović mag proberen. Oh, hij raakt de paal. Het is een rare de spits. Soms springen ballen onverklaarbaar van zijn voet. Maar dit doet hij weer heel keurig. N'Golok richting Enrique. Enrique. Afgelegd. Farsi. Gekraakt schot. De Kelver. En hier de Petter. En het is 2-1. Een minuutje na de kans voor Capon. Slaat Westerlo toe. En KV Kortrijk rust een vloek op hun uitwedstrijden. Het was veel minder in de tweede helft. Maar ze kregen wel een aantal loepzuivere kansen. Het is Westerlo dat 9 minuten voor tijd op voorsprong komt. N'Golok is er voorbij. Afleggen. Enrique moet scoren. Oeh, hij mist. Dat was het orgelpunt geweest voor Westerlo.